De COVID-situatie in het land is stabiel. Toch is minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid bezorgd over de mens en haar gedrag. Dit haalde hij gisteravond aan in zijn tweewekelijkse toespraak. Volgens de minister heeft zijn bezorgdheid te maken met het straatbeleid dat aantoont dat er steeds meer feesten worden georganiseerd. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Social media staat er bol van. Het is december. We weten dat we met z'n allen in de feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen als dit gedrag verder gaat. Het is onherroepelijk dat er meer Surinamers in ziekenhuizen zullen belanden. Surinamers zullen sterven als wij dit gedrag voortzetten. Wij blijven daarom monitoren. Wij blijven een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van u als burger. De bewindsman haalde verder aan dat de controle op de naleving intensief zal worden voortgezet. Ramadien doet een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven de COVID-protocollen op de juiste manier te blijven toepassen. Hij benadrukt dat er niet geschroomd zal worden tot sluiting over te gaan indien er daar aanleiding toe is. Ik richt mij ook tot organisatoren, muziekformaties, DJ's, cateringbedrijven, decorateurs en anderen die opdrachten aannemen voor feesthouders. Ik herinner deze bedrijven aan het presidentieel besluit, waarin duidelijk opgenomen is dat feesten en evenementen verboden zijn. U bent mede verantwoordelijk voor feesten en de eerder genoemde controle zal ook voor u gelden. Wij zijn op de hoogte van uw inkomstenderving en zoeken ook daar naar gerichte oplossingen. Werkt u in het belang van de gezondheid van ons allen niet mee aan het organiseren van feesten? Ook doe ik een beroep op feestbezoekers om niet in te gaan op de uitnodiging van feesthouders. Immers, er zullen ook sancties voor feestbezoekers gelden. Tot zover minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid. Hij wijst erop dat een positieve houding een nieuwe golf van besmettingen kan voorkomen.